Bram Ros, jullie verliezen met 2-4 van de treffers. Is de conclusie van vandaag dat een topploeg uit de Bad Nation divisie een maatje te groot was voor jullie? Ja, ik denk wel twee maatjes. Want je mag blij zijn dat het bij rust maar 2-0 staat. En anders dan, was het misschien nog wel een grotere uitslag geworden. Weinig in te brengen gehad. En kijk, als je een beetje geluk hebt, dan kan je er nog een wedstrijd van maken. Ik kreeg bij 2-0 een grote kans uit die vrije trap. Ja, als je dan 2-1 maakt, dan heb je een andere wedstrijd. Maar elke keer als wij de aansluiting hadden, dan liepen zij weer weg. Dus, jij doelde op die kans voor jou die van de doellijn werd gehaald. En even later werd het 0-3 via Watering. Ja, dat klopt. Ja, dan is het in één keer klaar. En dan kom je nog terug tot 3-1. En nou ja, nog een paar kansjes gehad. Maar bij lange na niet genoeg om hiervan te winnen, nee. Wat was het grote probleem vannacht? Nou ja, ik denk op alle fronten afgetroefd. Intensiteit, duelkracht, snelheid. En ja, wij kiezen er dan tweede helft voor om opportunistisch te gaan spelen. Om in ieder geval iets meer bij hun goal te komen. En wat minder fouten achterin te kunnen maken. En nou ja, dan kom je nog iets dichterbij. Maar op alle fronten gewoon afgetroefd, denk ik. Nee, is 2-4 dan nog misschien wel geflatteerd in de zin van dat het verschil misschien wel groter was dan de uitslag doet vermoeden? Nou ja, kijk, wij hebben ook wel kansen gehad en het is zeker niet dat het 8-0 had moeten worden. Maar dat zij een stukje beter waren dan wij, dat was wel duidelijk. En ja, ik denk dat Hein, onze trainer, het na de wedstrijd goed zei. Die zei van, als je van zo'n ploeg wil winnen, dan moet je allemaal top zijn. En dat waren wij zeker niet van hem. Ja, twee overwinningen. Waren jullie denk ik wel benieuwd naar zo'n testcase? Of wisten jullie wel dat jullie nog niet zijn op het niveau waar de treffers nu al is? Ja, het is een beetje lastig te zeggen. We komen denk ik uit een lastige periode met de ploeg en hoop gebeurt dit seizoen. En ja, hele wisselende resultaten. Maar, nou, het is wel duidelijk dat we de weg naar boven hebben ingeslagen. En nou ja, we hebben twee goede resultaten neergezet afgelopen weken. Dus we moeten ook niet te lang bij de pakken neer gaan zitten. En ook weer door naar volgende week. Want dan is er gewoon weer een belangrijke. En nou ja, je kan een keer verliezen, maar het mag wel iets beter dan vandaag. Over jou persoonlijk, wel lekker voor het eerst weer 90 minuten. Ja, tuurlijk. Het was een beetje de vraag of ik dat ging redden. Maar nou ja, het voelde goed in de wedstrijd. En ik was blij dat ik er weer in stond. Ja. En op het middenveld, ja, is dat nog wennen? Want natuurlijk, ja, het is je plek van oudsher, maar je hebt lange tijd achterin gespeeld. Is dat weer wennen op het middenveld? Ja, in balbezit is het vooral wennen dat je veel minder tijd hebt aan de bal. En nou ja, dat blijft af en toe lastig. Maar ja, vorige week viel ik goed in. En de trainer heeft de keuze gemaakt om mij te laten starten vandaag op middenveld. En het is een klein beetje wennen, maar aan de andere kant ben je ook weer heel snel weer eraan gewend. Maar het moet nog wel een stukje beter. Op naar volgende week. Ja, zeker. Op naar volgende week. Dankjewel. Nee, dank.